wie blijft er het langst op? Ja, ik moet het vergeten. Waar is die oliebol gebleven? Even tot de laatste uur, hè? Jullie niet vals spelen. Wat wil jij doen? Nee, dat is niks te veel. Heel oud heb je. En ook nog wat op met je nou. Lekker eten. 5 uur. Open te laten. Eet hier op het hoofd. Dat is jou helemaal weg. Als hij al aan is, gelukkig. Fijn van de maat. Gelukkig nieuwjaar! Een hele goede morgen. We hebben weer een beetje nieuwe vlog. We zijn er bij de familie vlog. En dus vandaag. Oudjaarsdag. Ja, we zijn weer lekker op vakantie in Landal. En ja, ik weet niet of het te horen zijn. De koffie die plottert op de achtergrond, de waterkoker en de kinderen zijn aan het zingen. Ja. Ik vind het gezellig met ons mee. Ja, de laatste dag van 2019. Jay Luan is alweer een mooi liedje aan het draaien met zijn zusjes. Goedemorgen. Vandaag is het de allerlaatste dag van 2019. En vanavond, vannacht, gaan we 2020 in en in een nieuw jaartal. Weten jullie nog wat we vorig jaar hadden gedaan? Van wie het langste opblijft? Ja. Die had gewonnen? Ja. En wie had er vorig jaar gewonnen? Ik denk... Luan. Ja, ik. Luan was sowieso echt helemaal opgeleverd tot 12 uur. En vannacht is het weer zover, want vannacht gaan we weer vuurwerk afsteken. Maar wie blijft het langste op? Maar wie blijft er het langste op? En wie denken jullie dat er gaat winnen vandaag? Ik denk ik. Nee, ik. Zit en dan gaan we een spelletje spelen... En dan gaan we. Mama heeft nog hele leuke ballonnetjes mee. Oliebolletjes. En slingertjes mee. We gaan oliebolletjes eten. En we gaan. Ik heb voor jou poffertjes. Want Lucilla die vindt de krentjes en de oliebolletjes nooit zo lekker. Dus ik heb voor Lucilla heb ik poffertjes. Die vindt ze wel lekker. De kinderchampagne die gaan we weer lekker opdrinken. Vuurwerk gaan we afsteken. Dus het is vandaag nog eventjes afwachten. En het cadeauspelletje. Een cadeauspelletje? Nee, dat doolhofspelletje. Doolhofspelletje. Ik heb huisje, boompje, beestje meegenomen. Die is ook leuk, hè? Ja. Gaan we dat spelletje spelen. Oeh! Bingo! Oh, die is een aardbol. Die gooit een kopje op de grond. Maar gelukkig is het een steenhard kopje. Het kopje valt niet kapot, zie je dat? Oh, is het niet erg, puppeke? Wat zijn jullie aan het doen? Kijk, het is heel mooi. Is dat? Oh, een engeltje. Leuk hoor. Dan hebben we hier de klei. Kunnen we hier van gaan maken? De meisjes die vermaken zich wel, hè? Ja, dat is het zo 12 uur vannacht. Ja. En Luan is lekker met papa aan het hangen op de bank, hè? Waar kijk je even lekker in de tv, jongen? Ja, ik moet beginnen. Een huisje. Papa, je moet eerst een huisje. Oké, jij ook. Dan mag jij. Papa, een huisje. Maar loop. Jij de bol. En dan mag je weer. Dan heb je bij de auto. En dan moet je aan de auto en dan naar de andere. En dan papa nu naar de bol. Spannend, jongen. Oh, yes, ik mag wel. De eerste oliebol is een feit. Ja. Het is 12 uur 's middags. We hebben natuurlijk met opa en oma heel veel oliebollen gepakt. En die gaan we vandaag echt... helemaal door, als het aan mama ligt. Niet aan papa. Alles is voor mama. Alles is voor mama, zegt papa. Lucilla, die heeft lekkere... poffertjes. Poffertjes, want Lucilla is niet helemaal gek op rozijntjes. Dus ze vindt rozijntjes niet zo lekker. Oh, en Luxie ook. Luxie ook lekkere poffertjes. Oh, ja, van mama gekregen, hè. Maar Luan is wel lekker gek op de oliebollen, hè. Oh, jongen. Ik denk, laat even je oliebol zien, maar... waar is die oliebol gebleven? Zit die oliebol in de buik? Ja, ik heb hem altijd in 2 minuten op. Ja, ik heb hem heel snel op, jongen. Maar nou, nog één. Oh, nog één. Ja, ik heb er nog wat meer in overlicht. Ja. Nou, volgens mij komt het wel goed met die oliebollen, jongen, vandaag. Ja. Nou, de kinderen zitten hier even lekker op de bank een filmpje te kijken. De Casper en Emma is op de televisie. Er is nu natuurlijk van alles voor de kids op tv. Omdat het oudjaarsdag is. Dus ze zitten lekker te chillen op de bank. Woezel, het is nog best wel al aan het knappen buiten. Met allerlei vuurwerk. Dus Woezel die is best wel bang. Dus die komt iedere keer bij vader zich, hè? Ah. Hier het liefst zien. Ja. Vorig jaar ging Woezel tegen jou aanknuffelen, toen het 12 uur was. Toen lag je samen te slapen met Woezel op de bank. Maar vanavond ga je niet slapen, hè? Vanavond ga je wakker blijven tot de laatste uur, hè? Het is wel heel laat, hè? 12 uur. Het is wel uur. Maar als het weer ochtend is, heb je ook niet goed
energie. Nee, dat klopt. Dat is batterijtje niet opgeladen, hè? Kindervuurwerk al wat vroeger afsteken. Oh, we hebben genoeg vuurwerk, dus we kunnen al 's ochtends of 's ochtends. We kunnen straks na het eten al een beetje afsteken en dan om 12 uur nog een laatste knappertjes. Ja, Luxie ook. Dat hondje is even uitdagen. Tot zo, Luxie. Lekker bouw en happy. Ik ga met jou de hondjes uitlaten. Ik ga broodjes smeren. Zullen we wel een broodje, Shem? Nu wil jij op je broodje? Kaas? Nee, Shem. Zullen we een lekker broodje met Shem? Of een croissantje met Shem op de bank? Luxie heeft daar een croissantje. Een lekker broodje hagelslag voor mama en een croissantje, Shem, voor Luan. Bon appetit. Bon appetit. Wij hebben hele leuke figuurtjes gevouwen. Een hondje, een blub visje en ze is nu het poesje aan het tekenen. Het is klein, twee hartjes op de wangen. Oh, hartjes op de wangen. Die is mooi, schatje. Nee, nog de visje. Heel mooi gemaakt. Nou, zo vermaken we ons dus een beetje op Oudjaarsdag. Gewoon lekker een beetje in het huisje met je klungelen, liefie. Goed, hè? Jawel. Maar ik kan niet goed zien. Nee, een hele lichte kleurtje. Ja, onze lichte kleur. Ja, huiskleur. Johan, kijk hoe mama dat gemaakt heeft. Fantastisch, ik vind hem echt heel goed lijken, Sil. Ja, oké, nu kan jij er eentje maken. Nou, weer een volgende. Heb je die gemaakt, zijn we mama? Ja. Ja, die hebben we samen gemaakt, hè? Ja, mooie bollen. Goed hoor. Mama. Ja, kom maar weer aan de beurt. Luxie weer. Gaan we met de dobbelsteen. Oh. Groen. Weer groen. Geel. Geel. Waar is geel? Geel. Nee, dit was blauw. Deze. Geel. Waar is geel? Nee, geel. Ja! Er is al een afvaller. Ja, je mag natuurlijk niet vals spelen. Je mag niet in slaap vallen. Je mag niet vals spelen. En volgens mij is papa aan het vals spelen. Maar wat is papa aan het doen? In mijn bed om te slapen. Papa die ligt in bed te slapen. Laat ik nou net even een leuk ideetje hebben. Wat wil jij doen? Waarom? Papa is gewoon gedisqualificeerd. Papa doet niet meer mee in deze reis. Of in deze wedstrijd. Eens even kijken of hij het doet. Oh, ik moet al heel hard drukken. Lekker? Wacht even. We moeten even een plan bedenken. Kom hier. Luxie, kom erbij. Ik weet het plan. Wat is het plan, jongens? Wat is het plan? Ik heb een beter idee. Wat dan? Wat gaan we doen nu? Nou, dan gaan we naar boven. Dan pakken we even een klein doekje. Dat doen we dan over zijn gezicht heen. Heel zachtjes. En dan heel veel op zijn gezicht. Nee, niet op zijn gezicht. In zijn... Of we doen het op zijn hand. Waarom? Heeft hij hier? En dan gaan we kietelen met een dingetje op zijn gezicht. En dan wil hij krabben en dan doet hij het op zijn gezicht. Ik heb ook een idee. Een kwastje. Ja. Ik zet hem neer. Kijk. Ja. Dit is echt even een operatie, jongens. We hebben hier kwastjes. Ja. Nou, pak de allergrootste. Oké. We moeten even afspreken wie wat gaat doen, jongens. Ik ga de schuimen doen en jij gaat zo kieken op zijn neus. We moeten even rollen verdelen, jongens. Luxie en Lucilla die gaan papa kietelen. Ja, zo. Ja, en jij spuit slagroom in zijn hand en mama die filmt. Luan moet eerst slagroom in de hand hebben gesmoten en dan pas moet hij kietelen. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Maar we moeten wel snel, ja. Want anders heeft hij toch nog pijn. Kom. Papa, dan moet je maar niet vals spelen. Heel zachtjes. Papa! Shh.
Jan, je bent gedisqualificeerd. Ja, je zit vast te spelen. Je mag niet slapen, hè? Woezel. Oh. Zag je de luxe? Nou, gordijn open. Kijk, is het nog gewoon dag. Wat dacht jij? Ik ga even snel eens ertussenuit, dan hebben ze toch niet in de gaten. Papa is afgevallen. Een woezel. Heeft er iemand zin in chocolademelk? En drie. Nou. Appeltjes erbij. Voor Luxie. Silla. En Luan. Vind je dat lekker? Nee, dat is niks. Ik vind het niet lekker. Goed zo, lekker kopje chocomel. Met slagroom. Mama, kom je uit eten? Wij zijn al bijna klaar. Kom maar. Zo. Och, mama. Heeft een mooi nieuw oud en jurkje. Oud en nieuw jurkje. Oud en nieuw jurkje. Dat is een heel oud jurkje. We horen de vuurwerkknappertjes al afgaan, hè? Ja. Heel goed. Luxie weet al helemaal hoe het gaat. Oh, Luxie moet nu even aan de rij uit. Goed zo, Luxie. Luxie weet al helemaal hoe het gaat. Tijdje? Wil je ook een tijdje erbij? Ja. En een wasje. Ja, ik wil meer vandaag. En ook nog wat doppertjes en worteltjes? Ja, ik heb al. Doe, 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 doe. Ga maar zitten. Op de billen. Nou, lekker eten. Yummy. Lekker eten, lekker tatje. Dit is een lekker tatje. Dit is een lekker tatje. Nou jongen, eet smakelijk. Je laatste avondmaal in dit jaar. Oh ja. Ja. Dat is 2019. Ja, en ik ben bijna jarig. Ja, en Lucilla is bijna jarig. Lucilla is in januari jarig. Over 17 jaar. En hoeveel word jij dan? Hoeveel jaar? 5. 5 jaar. Eet smakelijk. Laatste avonddiner van 2019. Ja. Laat het smakelijk. De buikjes die zijn gevuld en we gaan nu nog even lekker spelen. We moeten toch wachten tot 12 uur. Hier in de speeltuin. Ja, jongens. We hebben nog 3 uur voordat het 12 uur is. Nee. Nee? Oh, wel, nee. Is het 3 uur? Het is 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur. Nog 5 uur. Ja. Zullen we een kopje koffie bestellen? We kunnen wel wat koffie gebruiken. Want jij doet niet meer mee in de race. Maar ja, ik moet nog wel wakker blijven, want ik maak nog kans om te winnen natuurlijk. Hè? Jij hebt al geslapen vanmiddag, maar zullen we koffie bestellen? Ja, dat is goed. Is het lekker? Heb je hier een koffie? Ja, kijk, cappuccino. Latte macchiato. Of koffie verkeerd. Het wordt een beetje melig op een gegeven moment. Wel, die muziek, joh. Ga dan even koffie halen. Ja. En 2 kopjes koffie. Hier, take away the harvest, liep wel mee door. Roski! Oh, Luxie! Kom maar, ga naar Bolo. Kom, naar Bolo. Wie is dat, Luxie? Is dat Bolo? Wow! Is dit boek wel heel groot en heel zwaar, hè? Willen jullie mij helpen het boek open te blazen? Oké, okay, dan gaan we. 1, 2, 3 en blaas maar! Iets hard blazen? Ja, het kleedfeest gaan we vandaag lezen. Vinden jullie wel elkaar, hoor? Ja! Ik zie nog een jullie allemaal. Wat moet ik ook met jou, Bolo? Hallo, je bent echt een hele grote boek, wist je dat? Ik kom er niet bij met je mee.
dat doen wij echt goed. Toen zwaai de blaadjes weer weg. En dan begint de rook gewoon weer opnieuw. Ja, even. Die kleuren staan je goed. Hey, wat mooi, liefie. Wat mooi, schatje. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, Luxie, kom maar hier met mama. Inmiddels is het al 8:30 geweest. En de kinderen hebben echt ontzettend hard gespeeld met allemaal vriendjes en vriendinnetjes hier. En zelfs Luxie, hè? Luxie is nog steeds wakker. Ja, heb je zoveel gespeeld? Ze hebben heel veel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. En ze hebben helemaal zweetkoppie gemaakt. Ik ga zeker niet winnen. Heel erg. Nee, ik denk ook niet dat jij gaat winnen. Want volgens mij zijn ze echt super moe nu na het spelen. Kijk eens wat een zweet hier op het hoofdje. Helemaal bezweet. En jij? Jouw haar ook. Jouw gel is helemaal weg. Ja. Was het gezellig, hè? Vet leuk. Oh, vet leuk. Ja. Ga toch rustig aan doen. Dan krijg je ook meer energie. Oh ja, dan krijg je meer energie. Oké. Ik weet niet of je nog wakker gaat blijven, Sil. Kunnen jullie het licht uitgedaan in de speelhal eventjes? Als alle lichten zijn gedoofd. Opnames. Nee. Op naar ons bungalowtje. Zo, ik weet niet of jullie het zien, maar wij komen nu buiten. En het is mega, mega mistig, zoals jullie zien. En dat hebben ze ook al gezegd op het nieuws. Dat hopelijk zien we het vuurwerk vannacht, omdat het super mistig is. Zijn wij blij dus, dat we een heel hoog vuurwerk hebben gekocht? Nee, we hebben natuurlijk alleen kindervuurwerk, zoals jullie wellicht weten. Dus we gaan zo eerst nog een paar potjes afsteken, zodat Luxie en Lucilla nog wel wat kunnen zien. Oh, ik heb niks meer gezien. Het is mistig, hè, jongens? Kinderen? TV is een hele mooie vuurwerk. Dus we gaan ze eerst nog eventjes wat kindervuurwerkpotjes afsteken. Voordat de meisjes, denk ik, in slaap gaan vallen. Want ze hebben super hard gespeeld. Maar het grote vuurwerk om 12 uur, dat is toch maar even afzien of we dat kunnen zien in deze mist. Ja, ik weet niet of je het ziet op de vlog, maar... Ja, dan ga ik even filmen. De drone hoeft ook niet omhoog. Nee, dat zien we gaan ook geen drone in de lucht doen. Dat kun je niet zien. Ik denk dat we gewoon het vuurwerk op de tv gaan kijken om 12 uur. En ik ben benieuwd wie er dan in slaap is gevallen. En volgens mij gaat daar een meisje in slaap vallen. Nee. Nee? Wil je nog een sterretje vasthouden? Ja, met een knipperen. Knipperen, met sterretjes. Ach, schatje toch. Ja, snel naar het huisje. In de mist. Het is inmiddels 9:15. En wie is er nog wakker? Ik. Lucilla is nog wakker. Luan die is nog wakker. Is Luxie nog wakker? Luxie die is een soort van half wakker.
Ja, een vader die doet niet meer mee. Maar gaan mag wel vuurwerk afsteken. Kijk eens, ik had nog een verrassing. Oh ja, kijk, wat hebben we daar. Kijken. Dit zijn de chocoladekerstbomen die we 2 dagen geleden hadden gemaakt. Die moesten nog hard worden. Even kijken. Wow. Luan? Lucilla? Lux. Was een gelukkig nieuwjaar voor Luxie, hè? Ja, gelukkig nieuwjaar, Luxie. Slaap lekker, Luxie. Zou ik wel vloggen? Ja. Ja, dat is goed. Zo, ze gaan het vuurwerk afsteken. Zullen we ook nog, hè? Zullen ja. Nou, nu is huilen van verdriet. Ja. Nu Luxie in bed is, mag Luxie dat nog eventjes, hè? Ja. Dan gaan we ze eerst allemaal gaan. En er zijn ook heel veel pannetjes hier. En Luxie moest er echt een beetje van schrikken en van huilen. Maar gelukkig is onze vuurwerk niet zo erg. En snel wegrennen als hij al aan is, hè? En Woesel en ik bedoel, Pip vindt het ook heel erg leuk. Loop naar mij toe, hè? Daar zijn. Zo. Voltijn! Wow. Kijk dan een gaan! En het is zo aardig donker. Het lijkt echt op een lamp. Zo! Wow, die is cool. Gelukkig 2020! Gaan we lekker naar binnen? Ja! Het is pas 9:30, dus we moeten nog even. Kom jongens, we gaan lekker in bad. Hier is ons badje. Gaan we even lekker nog het bad aanzetten. Fijn van een bad. Inmiddels zijn wij gewassen en wel. Hebben we onze hoedjes gedaan. En hebben we hier hele leuke blaasdingetjes. We hebben goud en we hebben zilver. Ik ben heel blij. We maken er wel een leuk feestje van natuurlijk. Willen we gouden? 1, 2, 3. Happy New Year! New Year! Happy New Year! Mag ik hier een lampje trekken? Kijk! Wauw! Het open haartje aangedaan. Heel gezellig. Kijk, we hebben het open haartje aan. Maar er is toch wel iemand afgevallen, Luan. Daniel was al afgevallen. Luxie was al afgevallen. Maar Luan niet. Die is hier nog wakker. Die is in slaap gevallen.
Met een hoedje in de arm. Wil je wakker worden, liefie? Het is bijna 12:00. Nog 10 minuten. Kijk, daar komt de champagne aan. Lekker, jongen. En het open haartje staat aan. Heel gezellig. Wie wordt daar wakker de laatste 12:05? Kijk, Luxie wordt wakker. 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Glaasjes op de valreep. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig 2020. De valreep toch nog met z'n allen wakker. Ik wens iedereen een heel fijn, gelukkig, gezond en liefdevol 2020. Dat al jouw dromen uit mogen komen. En bij deze sluiten we de vlog af. Laatste vlog van 2019. Morgen een vlog in 2020 voor ons dan. Een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En doei. Doei. 2020. Volg je hart, boom boom brein. Feest lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom boom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boom boom boom. Dans mee.